Ja, goedenavond dames en heren en welkom op onze wekelijkse webinar van het Belgische cryptoplatform Bit4U. Vanavond ga ik dus terug met Gwen Busseniers de cryptoactualiteit bekijken. En zij is oprichter van de Cryptoschool en houdt, zoals elke week, de vinger aan de pols van de cryptomarkt. Dag Gwen. Hey, dag Francis, dag iedereen. Wat we vanavond vertellen is geen financieel advies, maar dat wist u al. Ik vertel dat elke week. Deze webinar dient enkel ter info. En het was weer een week die bol stond van de gebeurtenissen. Ik moet zeggen dat actief zijn op de cryptomarkt allesbehalve saai is. Geldt dat ook voor jou, Gwen? Tuurlijk, tuurlijk. Niks zo spannend als crypto. En vorige week vrijdag was het weer raak, in de negatieve zin dan. De Chinese Centrale Bank heeft immers onomwonden aangegeven dat alle crypto-gerelateerde transacties illegaal zijn en moeten verboden worden. Dat zorgde voor een flinke aderlating over gans de lijn. De meeste cryptomunten kregen op heel korte tijd een oplawaai van 10%. Straks kijken we naar de consequenties op technisch vlak van die terugval. Maar eerst zou ik toch even met jou, Gwen, kijken naar dat nieuws en de waarde van dat nieuws. Want hoe belangrijk is China eigenlijk nog voor de cryptomarkt? Want het land is eigenlijk al bijna 10 jaar bezig met crypto de kop in te drukken. In december 2013 al verboden ze banken of legden ze banken op om bitcoin-transacties, geen bitcoin-transacties te doen. Dus ja, hoe belangrijk is China eigenlijk nog? Nog belangrijk genoeg om eens een dip te veroorzaken, zoals we vrijdag hebben gezien. Maar die dips zijn niet meer in vergelijking als we zagen in de periode van voor de $10.000. Als toen China iets zei, dan had dat een veel groter effect. Dat was toen een of ander land een regulering aankondigde. Dus ja, Bitcoin wordt matuurder in de jaren en wordt dus daardoor ook ja, meer bestand tegen dergelijke uitspraken van overheden. China, ja, het past natuurlijk wel in het plaatje van het regime. Hè. Er zijn nog landen waar bitcoin niet mag verhandeld worden. Ik had het hier eens genoteerd, Bolivia, Indonesië, Turkije en Egypte, als crypto tegen het beleid of het monetair beleid of religieus beleid. Hè. In Egypte mag het niet omdat haram is, dus het is niet volgens de sharia-wet. Ja, dan mag het niet. Dus dat zijn zo'n landen die dat gaan verbieden. Maar, moet ik zeggen, traders vinden hun weg. We zien bijvoorbeeld nu een nieuwe DEX is, hè, DYDX, die schiet de lucht in omdat veel Chinezen daar naar verhuizen. We zien ook Huobi, die trekt zich dan weer terug uit China, als een grote exchange. Maar ik denk dat niet alle Chinezen zullen wegblijven van crypto, ik zal het zo zeggen. Ja, maar daarop inpikkend, in de marge lieten de Chinezen ook verstaan dat ze de zoektocht naar crypto-miners, dat is ook al verboden, al bijna een jaar, denk ik, dat ze dat nog gaan opvoeren. Dus hoe erg is dat nog? Zitten er daar nog veel miners? Oh, ik denk dat het gros zal nu wel vertrokken zijn en zich geherlokaliseerd hebben in omringende landen of in Amerika. In Texas zijn er bijvoorbeeld veel, maar ook in het Pakistan. Dus ik denk dat diegenen die er nu nog zijn, dat eerder kleine ondernemingen of particulieren zijn die willen doorgaan tot het bittere einde. Ja. Dus dat zal niet meer doorwegen, denk ik. Dus je somde daar enkele landen op waar dat het ook verboden is. En zijn er nog landen waarvan dat je weet die broeden op het in de band slaan van crypto? Goh. Momenteel, Turkije was de laatste. Ja, weet je, in India, dat is zo'n aan-af relatie met bitcoin en crypto, dus dat is zo, dan mag het weer wel, dan mag het weer niet. Dat zijn zo van die landen, ja. Natuurlijk is er een wereldwijde tendens van regularisering, maar de mate van hoe ver dat die regularisering zal gaan, hangt natuurlijk weer al samen met, moet ik zeggen, de autocratie van het land, of de democratie van het land, of over het belang dat zij hechten. China wil absoluut geen parallel financieel systeem. Zij zien het ook als een bedreiging voor hun banken en hun financiële producten. Dus ja, en ook stablecoins,
Dat is regelrecht concurrentie, ja. Zo zien zij het. En het zwaartepunt van crypto heeft een tijdje toch zo rond China gehangen, enkele jaren terug. En waar ligt het zwaartepunt nu van het mijnen, van het verhandelen, van Oh, transacties? allee, ja. Ik weet dat er heel veel is verhuisd naar Texas, maar of dat nu de grootste concentratie is, dat weet ik niet. Ik laat me zeggen, ik hoop van niet, want hoe meer gedistribueerd, hoe liever, want daar gaat het natuurlijk in het fundamenteel nog altijd over. Het is alleszins een goede zaak dat het fundamentele aspect van China en hun miners, en er werd beweerd dat ongeveer 60% van de mijnkracht in China zat, dat is een goede zaak dat dat gedistribueerd is geweest. Dus er is momenteel nog geen sprake van een tegengewicht of een centralisatie dat daaraan kan tippen. En na de Chinees geïnspireerde verkoop, dus die verliezen van 10%, kwam er toch een klein herstel op gang, vooral zondag en deze morgen. Uiteindelijk vielen de verliezen nog mee. Bitcoin 2% op weekbasis, 4% op weekbasis, sorry. En Ethereum 2%. En hoe staat het technisch nu met die grote twee? We zitten vandaag met Bitcoin aan de onderkant van dat trendkanaal. Hoe zie je dat, Gwen? Wel, voordat we naar de grafieken gaan, moeten we ook weer een algemene tendens bespreken. Is dat we nu zo'n beetje, ja, ik zal niet zeggen nog vis, nog vlees, maar we zitten wel op zo'n punt van, gaan we nu verder omhoog of gaan we nog wat verder naar beneden? En een heel groot element dat hierin een rol speelt, is die Amerikaanse infrastructuur bill, die wet. Dus dat is een programma van Biden, een van zijn pijlerstokpaardjes, zal ik het noemen. Dus hij wil voor 1 biljoen dollar de infrastructuur gaan aanpakken in Amerika. En zoals vele grote wetten reageert de stockmarket, dus de aandelenmarkt, als er over zo'n dingen worden gestemd. Normaal ging er in dat dossier vandaag een belangrijke stemming zijn, maar Yellen heeft dat heel strategisch opgeschoven naar donderdag. Niet toevallig het einde van de maand, maar ook het einde van de kwartaal, wanneer dat alle institutionele met hun vinger aan de knop zit aan klaarstaan. Dus misschien toch wel een dag voor nieuws om in de gaten te houden en misschien jouw stoploss voor één keer toch wat ja, nauwkeuriger in de gaten te houden. En voor alle crypto dat we dadelijk gaan bespreken, gaat dat ook het antwoord zijn van kijk, we zien wat donderdag gaat brengen. Maar we zullen er eens in vliegen. Hè? Dus als eerste weer klaarstaan, uiteraard onze Bitcoin. Ik heb hem hier openstaan op de weekly. Ik ga het wat groter maken. Voilà. Op de weekly, op het eerste zicht. Het enige wat we hier kunnen zeggen is hier bovenaan. Die MACD, die zit hier zo net op zijn nullijn en nu is de vraag van wat gaat hij doen? Hè? Gaat hij naar boven of gaat hij doorschuiven naar beneden? En als we gaan kijken op die daily, dan zien we wat je hier zei, hè? Dat trendkanaal waar Bitcoin nu op die bodem van zit. Het enige positieve nieuws wat we nu al kunnen zeggen is dat het hier dat trendkanaal 2 keer heeft geraakt. Dus dat we misschien gaan kunnen spreken van een dubbele bodem. Als ik de RSI, allez, we zien hier ook drie Je drives. paradepaardje, RSI. RSI, ja, dat blijft mijn paradepaardje. We gaan ze eens goed uitvergroten. Oké, dus hier zien we, ik ga even kijken. Dat is 21, 24. Ja, hier hebben we vorige week vrijdag, dus de Chinezen die aankondigen, het is gedipt. We zaten hier al onderaan in een trendlijn. We zijn er even onder gegaan. En nu gaat de vraag zijn: gaan we die kunnen herwinnen of niet? Het wordt een spannende. Ik zou zeggen: als Bitcoin, en ik denk liefst nog vandaag of toch ten laatste donderdag, terug boven dit steunvlak, zo rond de 43, 44, als we daar terug boven geraken, dan denk ik dat we Een steun die nu eigenlijk weerstand is.
steun die nu weerstand is, inderdaad. Wat ik ook wil tonen of in de gaten houden is, kijk, je hebt dit prijspunt, dat is een laag prijspunt en dat is een hoger prijspunt. Maar als je hier naar de RSI gaat kijken en je trekt een horizontale lijn, dan zijn we hier ook vlak daarop uitgekomen. Dus dat wil zeggen, de prijs is gestegen, maar de RSI is vlak gebleven. In theorie wil dat zeggen hidden bullish divergence, dus verborgen bullish divergentie. Dus dat wil zeggen dat de RSI is verder naar onder gekomen om meer ruimte te maken om naar boven te gaan. Dit is natuurlijk alleen geldig als we hierboven blijven. Dus ik zou op welke exchange dat u ook treedt, daar zult u wel denk ik hetzelfde gaan terugvinden. Trek een horizontale lijn op dit punt en hou nauwlettend in de gaten dat we hier deze week gaan boven blijven en het liefst dat we hier deze lijn, dat we daar terug gaan boven schieten. De MACD hierboven, die zullen we ook eens bekijken. Dus die heeft nu 1, 2, 3 drives naar beneden gehad. Het zou kunnen zijn dat dit de vijf, voor wie Elliott Waves treedt, dat dit de vijf golven waren naar beneden en dat we nu een correctie naar boven krijgen. Ja. En geldt hetzelfde voor Ethereum, die al verschillende keren onder die $3000 grens is teruggevallen? De voorbije dagen. Ja, dus Ethereum, ook hier hetzelfde. Hè. Ik ben hier nog altijd aan het kijken naar dit laagste punt hier op de RSI. En dit punt, die zo momenteel ook. Ik zal er eens een horizontale lijn door trekken, want dat had ik nog niet gedaan. Ook zie je, die komen hier exact hetzelfde. Ja, Ik weet niet wat ik zal ze wit maken, want anders gaat het misschien niet. Of ik zal ze een ander kleurtje geven. Geel. Voilà. Dus punt hier, punt daar, exact hetzelfde hoogte. Dus ook hier, net hetzelfde als bij Bitcoin, gaan we moeten zien dat we hier deze week boven blijven. We hebben hier ook een schuine trendlijn. Dat kan zijn dat dit een ABC-correctie is geweest, getypeerd door twee drives hier in de MACD. En dat we nu verder stijgen. Dus daarvoor moeten we deze trendlijn doorbreken. En dat loopt samen met deze trendlijn in de RSI. Dus we willen hier graag boven komen om de weg naar boven verder te zetten. Maar ook gelijk Bitcoin, denk ik weer dat donderdag en een herwinning hier van deze weerstandszone rond de 3200, nee, 3300, dat zal heel belangrijk zijn. Dus donderdag zal je aan je scherm gekluisterd zijn. Dat is Oh dan dat ja. nieuws zal in de late namiddag vallen waarschijnlijk. Ik heb nog geen uur eigenlijk, maar een beetje En dan googelen en we vinden dat wel, hè. nummer drie. Cardano ging tegen de trend in 2% hoger. Waarom kon die munt de schade beperken in tegenstelling tot de grote twee? Is daar een bepaalde reden voor? Cardano heeft natuurlijk na zijn lancering, want ik ga even oproepen. Ik zag dat hij een beetje verdwenen was van mijn scherm. Cardano heeft eerst is hij gestegen aan Buy Rumor en die lancering van die smart contracts op Cardano. Dan heeft hij een dip gekend omdat die smart contracts toch niet werkten naar behoren, want de eerste applicatie die op Cardano draaide, een DEX, wat was de naam? Minswap, daar kon al niet op geswapt worden, dus het werkte niet. Ja, dat is natuurlijk anti-reclame en we zagen een dip. En nu willen ze dat gaan oplossen en een van de manieren om dat op te lossen gaat zijn een partnerschap met Chainlink. En dat zijn natuurlijk twee grote en mooie projecten die gaan samenwerken. En dat mag wel een beetje opwaartse trend creëren. Maar ook hier, Ja, hetzelfde Cardano, beeld. ja, Cardano zit hier eigenlijk in een hele grote wedge. Als Ja. je die toppen en die bodems, als je hier in de RSI, nu moet ik al enorm gaan uitscrollen, dan kan je die ook terugvinden. Maar je ziet, ze komt van heel ver terug. In ieder geval. We wachten hier.
Ik vind dat Cardano er beter voor staat. Je ziet hier ook die MACD, die is netjes aan het optikken hier naar boven. Dus als donderdag positief is, dan verwacht ik dat we hier verder naar boven gaan. En moesten we natuurlijk boven deze bovenste trendlijn uitkomen, en ook hier, ja, dan mag je een parabolische move opwaarts verwachten voor ADA. De verliezen op de kleinere munten waren wat hoger dan de grote drie. Dogecoin bijvoorbeeld, waarom het trouwens heel stil is geworden de laatste weken, verloor bijvoorbeeld 5%. Dat valt nogal mee. Maar concluderen Goh. dat de altcoin season voorbij is, of is dat wat te kort door de bocht? Alles valt natuurlijk nu samen met Bitcoin, hè. Dus als er grote schokken zijn in de markt, dan gaan mensen eerder snel hun alts naar Bitcoin verkopen en pas dan hun Bitcoin omzetten naar fiat of stablecoins. Je ziet dat ook in die dominantie. Dus de Bitcoin-dominantie is iets of wat gestegen. Het is nog niet zo dat het altseizoen voor mij gedaan is, maar laten we zeggen dat zolang dat er zo'n onzekerheden zijn in de markt, zal dat zeker en vast op pauze staan. Er zijn natuurlijk uitschieters, hè? Pas op, er zijn nog altijd bepaalde coins die het schitterend doen. Maar hey, nog altijd, we hebben al een fantastische run-up gehad, ongeacht het nieuws. Gaat dat langer dan een paar weken duren om alles een beetje te bekoelen? Maar ja, hier heb ik nu Dogecoin bij mij. Maar je ziet nogmaals, dat is een meme coin. Als er over gezwegen wordt, dan doet dat ding niets. Ja, je Die hoort er blijft. ook niks meer van, Nee, hè? je hoort er niets meer van. Je ziet hier ook hieronder dat wij zo'n trendlijn in die RSI, daar zitten we nu volledig onder. Ik heb hier ook hieronder een trendlijn getrokken. We zitten trouwens, ja, op de daily. Het zal maar te hopen zijn dat die. Dat deze steun het houdt, want anders zullen we zakken naar hier. Ik denk naar 0,0729. Dat is nog een serieuze val naar beneden. Kan ik stellen dat men toch eerder vandaag naar serieuzere projecten gaat? Of munten met wel degelijk iets achter, in plaats van een Dogecoin die eigenlijk meer als grap is bedoeld? Dat hangt ervan af tegen wie dat je praat, natuurlijk, hè. Goh, de lange termijn, die pakken de klassiekers of de topcoins en tokens. De swingtraders, dat zijn eerder degenen die misschien ook wel naar de goederen of de fundamentele kant zeker meenemen. Maar die grootste brok, de derivatenmarkt, die pakken gewoon de meest volatiele. En dat is daarom niet altijd de beste, maar wel meestal bij de betere projecten deze dragen. Even weg van de dagelijkse crypto-activiteit, nu Gwen. Het is belangrijk om te melden dat onze sponsor Bit4U opnieuw zijn aanbod heeft uitgebreid. De laatste tijd gaat dat sneller en sneller. Sinds enkele dagen kan er ook Avalanche en VeChain worden getraind op het platform. Wat kan je van deze munten vertellen, Gwen? Wat is het project hierachter? Dus Avalanche en VeChain. Wel, Avalanche is een beetje een, ja, weer naast Solana hadden we ook al een Ethereum-concurrent. Dus weer al een platform waarop dat private blockchains gebouwd kunnen worden of DApps, dus gedecentralized applications. En VeChain is een project, om het eenvoudig uit te leggen, dat is meer een project voor de business, voor de B2B, om hen te helpen bij hun supply chain. Heel eenvoudig uitgelegd. En kan je met je technische glazen bol iets vertellen over het koersverloop van deze maand? Ja. Dus hier als eerste hebben we Avalanche. Ticker is AVAX, als het de grafiek even getoond wordt. En vanaf vandaag is trouwens Polygon ook beschikbaar, blijkt. Dus Ah, zullen we die die zelfs moet je nog al dan eens. volgende week eens bekijken. Ja, of kan die zelfs Dus wel erop? Ja. Matic. Kan die saps, Matic. Matic, kan die saps straks wel even oproepen, dat is geen probleem. Oké, dus hier voor ons zien we Avalanche onder de ticker AVAX. Ook een project, je ziet, die heeft het prachtig gedaan. Nu
zou ik nog een beetje oppassen, want we zien na zo'n parabolische run-up zijn we nu in een rising wedge gegaan. En zo'n rising wedge, die hebben procentueel het meeste kans om naar beneden uit te breken. Dus het zou mij hier zeker niet verbazen dat AVAX, misschien gaat hij nog, als het donderdag goed nieuws is, dat hij nog een keer naar de bovenkant gaat. Maar anders zou ik me echt niet verbazen dat hij een correctie gaat doen naar een van de twee orderblokken rond de 50 en rond de 35 euro. Dat zou perfect normaal zijn. Kijken we hier ook weer hier beneden. Hè? Ik heb hier een mooie lijn getrokken op die RSI. Ja. Die moet je in de gaten houden. Ik denk dat ik op de 4 uur hier wel iets had gezien. Ja, dat klopt. Dus nu zijn we een tijdsframe lager. Omdat ik was geïnteresseerd wat dat die wedge hier ging doen. Het enige dat we hier wel opmerken, en dat is weer al een hidden divergentie. Dus we zien hier dat de prijs optikt, maar hier daalt de prijs, of, pardon, hier daalt de RSI of blijft de RSI gelijk. Dat zijn weer tekenen dat die RSI ruimte aan het maken is aan de bovenkant om naar boven te gaan. Je ziet ook hier dat die RSI-lijn, trendlijn, hier ook vrij dichtbij is. Dus misschien dat hij toch nog eerst even de bovenkant gaat testen. Ja, oké. Okay. En V-chain? V-chain, vet. Gehad om dat ook technisch even te bekijken. Ja, hoe dat zit, we hebben... dat is een heel ander plaatje. Het is deze week een hele analytische week geweest. Het lijkt wel het omgekeerde van Avalanche. Ja. V-chain is ook al een, laten we zeggen, een ja, oudere, als je oud, in cryptotermen, een oudere token, een ouder token. Het is een goed project geweest, maar hier ook weer, dit is niet iets waar ik nu op dit moment zou gaan instappen. We gaan even kijken. Waarom? Ik ga serieus moeten inzoomen, maar dan gaan jullie het misschien zien. Dit is op de daily en hier heb je mijn gele 50 en mijn groene 200. Ja, als die naar boven doorkruisen, bull, naar beneden bear. En het was even een bull, maar nu zit hij al terug naar een bear te gaan. Ja. Dus ja, ik denk dat we hier ook hier twee drives. Ik denk dat we misschien hier nog een extra drive naar beneden gaan krijgen. Hier ook weer in die RSI. Je hebt hier mooi die trendlijn. Zet hier je alarm op. Of zet hier je alarm op en dan ga je weten vanaf wanneer dat de betere tijden voor V-chain gaan aanbreken. En dan iets opmerkelijk. Zondag was Uniswap, dus een van de munten die begin september door Bit4U aan het platform werd toegevoegd, kende een opmerkelijk herstel. Dus het steeg in één ruk van 18 tot 26 dollar, dus een stijging van 50%. Dat zien we ook niet elke dag. Het ene moment zit je eigenlijk met de handen in het haar, hè, want Uniswap is al een tijdje aan het afbrokkelen. Het andere moment trek je plots hoge ogen, plus 50%. Weet je wat er achter dat merkwaardig herstel zit? Een van de theorieën is dat, ik had al gezegd, hè, de Chinese particulieren zoeken uitwegen voor toch te kunnen treden. En natuurlijk DEXen zijn anoniem, hè, gedecentraliseerde exchanges. Dus ik had er net al over DXDY, maar dus ook Uniswap is zo'n gedecentraliseerde. En momenteel vermoedt men dat Uniswap ook dat Chinese cliënteel aantrekt. Allee, om u een idee te geven over die impact, die DXDY die heeft vandaag meer volume gedraaid dan een Coinbase. Ja? Dat moet van ergens komen en dan wordt er natuurlijk naar China gekeken. Ja, ik heb hier trouwens net een artikel binnengekregen op Business Insider. Toch een vrij grote in Amerika die zich toelegt op beleggingen. En daar schrijven ze dat ook. Dus dat waarschijnlijk Chinese traders zijn die zich op die DEXen roeren. En dat Uniswap dus een duw in de rug heeft bezorgd. Nu, als we nog even terugkijken naar de grafiek, hè, want ik wou nog iets tonen waarom ik nog niet hyper bullish ben op Uniswap, is dat we zitten hier in een kanaal, hè, dat kan je niet ontkennen. Maar we moeten zien dat dit kanaal misschien niet gewoon een uit de kluiten gewassen bear flag is. Hè. Je hebt hier een stop, een vlag zijwaarts. Wij kunnen even goed
een bear flag, dat is je hebt je paal, je gaat naar rechts en dan ga je terug naar beneden. Nou Dat is een heel ja. gekend patroon. Ik hoop van niet, maar daar ben ik nog niet zo zeker van. Dus hieronder heb ik weer in die RSI mooi twee trendlijnen getrokken waar jullie alarmen op kunnen zetten. Maar Ja. voor mij is hier nog een even grote, moet ik zeggen, maat naar beneden ook best mogelijk. En dan, zoals elke week, heb ik weer een vraag gekregen van een luisteraar. Aarzel trouwens niet om ons je vragen te laten geworden. Gezien de enorme volatiliteit van de afgelopen weken, vroeg ik me af, dus het gaat niet over mij, maar dat is de vraagstelling van de persoon, vroeg ik me af of de beste strategie om in crypto te beleggen niet gewoon is van die dagen, zoals vrijdag, een pakken en deze vervolgens te hodlen. Daarna weer wat geld vrij te maken de komende weken, maanden, om dan weer te wachten op een serieuze dip en dan weer in de markt te stappen. Maar altijd maar te hoddelen, hè? Dus in te kopen op van die donkerrode dagen, hè? We hebben er ondertussen toch al een paar gehad. Denk je dat dat een goede strategie is, Wen? Goh, dat is de strategie van veel beginners, dat weet ik. Als je natuurlijk in een Bitcoin bull market zit, in een bull market, heb je het geluk dat je niet zoveel mis kan doen. Dat is één. En als je dan bij Bitcoin doet, zelfs al zakt die nog wat verder, die zal in een bull market wel terug omhoog gaan. Paar kanttekeningen daarbij. Ten eerste, hè, als je een dip koopt, hoe weet jij dat die dip gedaan is? En zoals ik Ja. daarnet zei, bij die juni, die kan evengoed nog dubbel zo ver naar beneden gaan. En die tijd dat jij moet wachten, eer dat dat terugkomt op het punt dat je hebt ingekocht, die tijd, tijdens die tijdspanne kan jij je geld niet inzetten voor andere opportuniteiten. Dat is één. Hetzelfde met de top. Oké, je kunt zeggen van ik verkoop als die hoog staat. Wat is hoog? Ja. Ja? Ja. Dus dat is het moeilijkste aan het traden is juist bepalen wat de toppen en de dalen zijn. Toppen zijn nog moeilijker dan dalen. Dat is juist de kunst, want anders zou iedereen natuurlijk morgen binnen zijn, denk ik. En hij had nog een, ik vermoed dat het een man is, ik weet het niet, dat kan even goed een vrouw zijn, maar wat is jouw strategie eigenlijk, Wen? Dat was dan het tweede deel van zijn vraag. En hij of zij gaat duidelijk die vraag naar jou richten. Wat is jouw strategie? Wat is jouw ideale strategie? Gevarieerd. Ik hodl een stuk, sowieso. En momenteel, laten we zeggen, ben ik eerder, maar dat is ook uit interesse, mij aan het specialiseren in futures en in scalpen. Maar dat Okay. is ook met periodes, hè, want er is natuurlijk met de school ook, al naar gelang, hè. De drukte in de school, hoddel ik of swing ik of scalp ik. Als het is een dag wat kalmer is, dan doe ik niks liever dan mijn computer op te zetten en erop los te scalpen. Ja. Dat is kwestie, maar ik doe het gewoon graag. Hè. Laten we het daar, ik trade gewoon heel graag, ik analyseer dolgraag. Maar, nee, maar mijn echte strategie, die ga ik ook niet aan de klok hangen, ik zal het zo zeggen. Profiteer je dan van zo die donkerrode dagen, à la Natuurlijk. vrijdag bijvoorbeeld? Ja, Dan want treed je erop los. ik doe natuurlijk ook, ik ga zowel short als long. Dus voor mij maakt de richting van de prijs niet uit, maar wel de mate waarin dat hij beweegt. Dus het volume, de volatiliteit. En zo'n volatiele dagen zijn voor de echte traders natuurlijk hoogdagen, hè? Ja, oké. Oké, Gwen, bedankt voor de toelichting. En bij deze zijn we weer aan het einde van de webinar gekomen. Wat vliegt een half uurtje toch snel voorbij. Mij niet. Bedankt voor de uitleg, Gwen. En we zien elkaar terug volgende week. En we kijken vooral donderdag naar de koersborden. Vooral in de late namiddag, denk Ja, ik. hou die Dan gaat stoplossen, jij. zet ze goed. Ja, oké. Oké, Okay. dat is goed. Dat zal ik Dag doen. iedereen. Dank je wel. Dag. Dag.